Dag kijkers, allemaal van harte welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga vandaag weer een verzoekje doen. Vandaag een verzoekje van Marcel. Op YouTube heet hij Football Highlights. En die vroeg een tijdje geleden aan mij, wil jij misschien weer een keer een aflevering van Verantwoord Snacken maken? Nou, hartstikke leuk. Dat is een serie. Ik heb nog maar 2 afleveringen en die serie is eigenlijk complete bullshit. Ja, ik zal even een linkje plaatsen, dan kun je het zien. En toen had hij het over... ik eet met vrienden wel eens een toastje met roomkaas en ananas. En toen dacht ik, hé, dat is ook lekker voor op een tosti misschien. Dus toen kreeg ik later weer een comment van wanneer ga je die tosti met ananas en roomkaas maken? Nou, vandaag. En ik heb de spullen hier achter me klaarstaan, zoals je ziet. Mijn contactgrill staat aan. Alleen, ik ga hem niet als verantwoord snacken video doen, want ja, hij is er niet voor geschikt, zoals ik net al zei. Dat verantwoord snacken is complete bullshit. Ik bedoel, mandarijntje speciaal, hè. En dit is gewoon een normaal, serieus, gezond gerecht. Dus ik ga binnenkort een nieuwe aflevering van Verantwoord Snacken maken. En dan iets in de trant van een perzikoorlog of een perenklauw. Weet je wel, gewoon complete onzin. En hier maak ik gewoon een Planet Coke video van. Dus mensen, blijf vooral kijken. Verse ananas, beter dan uit blik. Snij ik gewoon even de onderkant eraf. Kijk hoor. Oh, zo, dat ruikt goed. Bruine sissel er een beetje af. Even kijken. Alright. Dan heb ik hier 4 wildkornboterhammen. Dat vind ik heel lekker. En over dan toch een beetje gezonde tosti maken, doe ik het daarop. Verse roomkaas. Dat is gewoon met knoflook en kruiden, geloof ik. Ja, ja, een beetje. Dit is. Sand Village, dit ruikt naar Boussin. Lijkt me echt heel lekker dit. Ik ga de boterham insmeren met de kruidenkaas. En daar komt Lina. Lina, jij was al een stukje ham, hè? Zoiets. Dan, even kijken hoor. Ananas, even kijken, een beetje snijden of zo. Ja, is te dik. Het moet wel een beetje warm worden. Zo. Mmm. Zo lekker verse ananas. Even kijken. Zoiets. Dan heb ik hier kalkoenham. Veel magerder dan gewone ham. Ja, daar is Lina die wil ham. Kijk, daar doe ik 1,5 plakje ham erop. Ja, eigenlijk is het gewoon een tosti Hawaii, maar dan met kruidenkaas in plaats van met gewone kaas. Even een stukje aan Lina geven eerst. Lina, kijk eens. Dat is te groot voor jou, wacht. Kleine stukjes. Lekker hè? Kijk. Oh, wat lekker hè? Dan ga ik de tweede boterham erop leggen. En dan, het is een rotmes trouwens. Ik moet echt even andere messen halen binnenkort. En dan snij ik hem zoals een tosti. Gesneden wordt te zijn. Zo. Oké, ze kunnen in mijn contactgril. Nou. En ik kijk ondertussen even naar wat hierin zit, want kijk hoor. Roomkaas met knoflook en kruiden.
melk, room, zout, knoflook, peterselie, peper, culturen, dierlijk stremsel, bieslook. 27 gram vet. Ja, dit is baggervet natuurlijk. Maar of het nou gezond is of niet, lekker. Gezond genoeg voor mij. Klaar. Ik had alleen net wel die contactgril van mij. Als ik er dus blijkbaar zoveel dingen in gooi in één keer, dan trek je het niet helemaal. Dan wordt hij wel zacht van binnen, die tosti. Maar de buitenkant wordt niet bruin. Dus ik heb ze heel even in de pan gedaan om ze even af te maken. Echt super lekker met die verse ananas. Ik denk alleen dat dit niet voor iedereen weggelegd is. Want heel veel mensen haten bijvoorbeeld pizza Hawaii. Ja, als ik nu een heel klein beetje tomatenketchup erbij doe, dan heb je eigenlijk een pizza Hawaii, maar dan met roomkaas in plaats van gewone kaas. Als ze er normaal op doen. Ketchup ook lekker, maar ik denk zonder saus gewoon beter. Lekker met die roomkaas zo. Ja, een lekkere tosti, Marcel. Bedankt voor de inspiratie. Dus als je de volgende keer weer die vrienden over de vloer hebt, maak dan deze een keertje. Je kan het ook zonder die ham doen, maar ja, het hoort er gewoon bij, hè. Dus plak je kalkoenham op je tosti. Even wegspoelen met Cola Zero, hè, als we toch gezond bezig zijn. En mensen, gebruik gewoon verse ananas. Dat is zoveel lekkerder dan uit blik. Ik denk dat ik hem even zo gewoon laat staan. En dan ga ik hem even op mijn gemak in stukjes snijden. Neem ik lekker een bakje mee naar mijn werk morgen. Vandaag. Ja, het is nu zaterdag, maar zondag moet ik werken. En zondag komt de video online. Marcel, Voetbal Highlights, bedankt voor de inspiratie. Of had ik dat net al gezegd? Maar goed, bedankt. Verder, iedereen bedankt voor het kijken. En het is een lekker lunchgerechtje, mensen. Dus ik zou hem even gaan proberen. Nou mensen, ik zie jullie donderdag bij een nieuwe video.